Hoi allemaal, hier ben ik weer. Ik was lekker op vakantie geweest en jullie hebben me eventjes moeten missen. Maar ja, ik ben weer terug. En omdat de scholen bijna weer beginnen van mijn kinderen, wil ik voor hen allebei een leuk cadeautje maken. Met daarin een nieuw etui en de potloodjes en een gummetje. Wat ze op school weer kunnen gebruiken. En daarvoor heb ik geïnspireerd door Scrap Diva Design. Dat is een merk die veel stanzen maakt. Ik geloof uit Amerika. Ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe dat te bestellen en binnen te krijgen hier in Nederland. Maar nou, ze hadden dus deze keer een potlood stanzen set. En ik dacht, volgens mij kan ik dat ook wel maken zonder stanzen. En dat is een doos. En daar kan ik dan straks mijn cadeautjes in doen. Dus de deksel is dus de punt van het potlood. En het doosje zelf is het potlood. En dan heb ik met tape een beetje het effect van het ijzer waar zo'n gummetje in zit. En dan hier roze gebruikt, zodat het net lijkt of het een gummetje is. En daarop heb ik het leuk versierd met een bannertje Back to School. Mijn kat heeft er al een bijtje ingenomen, zie ik. En ik heb een appeltje getekend, een schriftje gemaakt van een heel klein stukje cardstock en een paar geknipte paginaatjes uit een schrift. En een leuke scharen stans. En omdat ik twee kindjes heb, een dochter waarvoor ik deze heb gemaakt en ook een zoontje, dacht ik ga die tweede, want hij is eigenlijk best wel goed gelukt, samen met jullie maken en uitleggen hoe ik dat dan heb gedaan. Zodat je dat eventueel ook zou kunnen doen voor jouw eigen kindje of kleinkindje of misschien het buurmeisje of buurjongetje. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik ga maar aan de slag. Om te beginnen heb ik een stukje roze kartstok nodig en een passer. Want we gaan namelijk als eerste een zeshoek maken. En deze zeshoek, die maak ik met mijn passer. Dat heb ik van een timmerman geleerd. Dan kun je namelijk. Ik krijg hem er alleen even niet uit. Maar deze passer kocht ik bij de Action een keertje. Ik wellicht dat ze die altijd hebben. Maar er zat altijd zo'n ritsdingetje op. En die is er nu af. Daarom gaat hij zo moeilijk open. Oh, kijk, daar is hij al. En met de passer ga ik eerst een cirkel maken. En mijn cirkel wil ik graag 9 centimeter doorsneden hebben. Dus ik moet mijn passer op 4,5 centimeter vastzetten. Dat doe ik altijd met de liniaal. Klopt. 4,5 centimeter. En probeer hem zo te houden. Zet een cirkel op de achterkant van mijn kaartstok. Even het gaatje goed dat ik die weer vind. En dan maak ik met de liniaal langs het puntje van het midden op de lijn van de cirkel twee markeerpunten. En zorg ervoor dat je je passer nog steeds openhoudt op 4,5 centimeter. Dan zet je die punt op dat markeringje van het midden. En dan zet je een klein hulplijntje daar. Oh, en ook aan de onderkant. En vanaf dat andere markeerpuntje ook. En als je dat goed gedaan hebt, dan is de afstand tussen die beide markeerpuntjes ook hetzelfde. Zo kun je dus zeg maar kruisjes maken. En als je nu deze markeerpunten met rechte lijnen verbindt, dan heb je dus een zeshoek. En dat wil ik graag. Ik wil graag een zeshoek als basis voor mijn potlood. Verbind die punten die ik net heb afgetekend met rechte lijnen. En dan heb je een mooie zeshoek. En mijn zeshoek heeft iedere kant is 4,5 centimeter. Dus hetzelfde als dat ik de afstand van
van het van de passerbenen heb gemaakt. Ik kan even kijken wat dichterbij laten zien. Maar ik had dus een cirkel getrokken van 4,5 centimeter straal, noemen ze dat. De doorsnede is dan 9 centimeter. Hier zie je dat kleine gaatje. En dan trek ik een markeringje recht, zeg maar. Dus horizontaal. En vanuit daar zet ik mijn passerpunt weer. En dan zet je daar en daaronder weer een markeringje op de lijn van de cirkel. En aan de andere kant precies hetzelfde. En als je dan die lijnen met elkaar verbindt, dan heb je dus een mooie zeshoek. En die kun je dan uitknippen. Dat ga ik nu ook doen. Ik had het hier al bij die andere gedaan. En dit wordt dan de bodem van mijn doosje, van mijn potlood. En ik heb dus voor roze gekozen, omdat de gummetjes van die potloden, die zijn vaak een beetje roze. Dat vind ik dan ter herkenning dan wel leuk om dat ook op die, in diezelfde kleur te doen. Zo, dit kan weg. Dat reststukje. En dan heb ik een stuk nodig, een stuk kwartstok. Ik heb hier, dat wordt het gele gedeelte in dit geval. En nu kies ik voor rode. Ik vind het wel leuk om ze allebei een andere kleur te geven. En die krijgt, dat stukje kartstok is, even spieken, 21 centimeter hoog. Dus een A4'tje. En 28,5 centimeter lang. En die gaan we rillen. Dus ik pak er even mijn rilbord bij. Even de passer wegleggen. Die heb ik even niet meer nodig. En die gaan we eerst rillen op de 28,5 centimeter kant tegen de liniaal aan. Even spieken of ik goed in beeld ben. Ja, op eerst op 4,5 centimeter. Oh, even het mes aan de kant. Eén rillijn op 4,5 centimeter. Dan op 9 centimeter. Ik weet niet of jullie het horen, maar mijn buurmeisje is het ergens helemaal niet mee eens. Op 4,5, op 9, op 13,5, de volgende rillijn. Dan eentje op 18 centimeter. De volgende rillijn op 18 centimeter. Eentje op 22,5 centimeter. En nog een rillijn op 27 centimeter. En dat maakt dat ik 6 stroken heb van 4,5 bij 21 centimeter. Dus de eerste rillijn is op 4,5 centimeter. Eentje op 9 centimeter. 13,5. 18. 22,5. En 27. En dan wil ik nog één rillijn langs de rand. Dus de korte, de 21 centimeter kant tegen mijn liniaal aan. En dan op 1 centimeter, helemaal van boven naar beneden, een rillijn. Even zien of je dat aan de achterkant... Nou, moeilijk zichtbaar, maar er is hier 1 centimeter rand op de korte kant. Dan kan het rilbord kan weer aan de kant. En dan ga ik even mijn vouwlijnen voorvouwen, allemaal dezelfde kant op. Dit worden dan de lange zijkanten van het potlood. Zo, en hier zit dan een centimeter nog. Zo, dus hier zijn alle vakken van 4,5 centimeter. En hier is een klein vak over van 1,5 centimeter. Dat wordt de lijmrand en daar knip ik altijd een klein hoekje vanaf. En ook aan de andere kant gaat het hele hoekje er vanaf. Dus dit wordt de lijmrand om hem straks tot een koker te vouwen, te plakken bedoel ik.
En hier vouw ik steeds elke keer de 4,5 centimeter om. En dan knip ik in die 1 centimeter rillijn aan de onderkant daar ook kleinere lijmstrookjes van. Dus ik vouw steeds een stukje om en knip daar dan een hoekje van af. Dus bij elke vouw knip je van die 1 centimeter een hoekje af. En als laatste deze losse nog even. En dan ziet het er zo uit. Even zien, heb ik een mooi in beeld. Dit zijn, is die 1 centimeter die ik op de 21 centimeter kant heb gerild. En dat zijn allemaal losse lijmrandjes. Plakrandjes. En één grote hier opzij. En dan ga ik beginnen met deze opzij eerst de dichte plakken. Ik vind dat altijd makkelijk om dan naar binnen te vouwen. Een beetje lijm erop. Ik smeer hem even uit, dat er geen dikke klodder uit. En dan vouw ik hem gewoon dubbel. Dus op 3 vakken vouw ik hem dubbel. Mooi recht. Dat hij even kan drogen. En dan heb je al een mooie zeshoekige koker. En dan gaan we deze, nou ja, die duwde ik al per ongeluk allemaal meteen naar binnen. Maar daar gaan we lijm op doen. En daar plakken we dan onze roze zeshoekje die we net hebben uitgeknipt. Die plakken we hier zo op, hier overheen. Dus ik doe er eerst wat lijm op alle vakjes. Ben ik nog mooi in beeld? Volgens mij net even niet, sorry daarvoor. Dus ik krijg allemaal een beetje lijm. En dan heb ik dat zeshoekje wat we net mooi met de passer helemaal uitgemeten hebben en uitgeknipt. En die komt er dan op. En het is een beetje puzzelen. Een beetje schuiven. Daarom is het fijn om dit met natte lijm te doen. Oeh, nou knijp ik er te hard in. Dan verschuift hij alweer. Maar het past precies. In eerste instantie denk je, oeh, dit gaat niet goed komen, maar... Klein beetje scheef. Met mijn vouwbeen die lijmranden nog even aan. En dan laat ik het even drogen. Dan heb ik nog een roze strook. Die is volgens mij de hele A4 lang. Of heb ik, nee, ik heb hem toch op 28,5 gesneden. Keer 4 centimeter. Dus een strook roze van 4 centimeter. Ik doe heel even mijn... lijmflesje, het naaldje erin. En die ga ik hier langs de onderrand, zoals hier, eroverheen plakken. En daarvoor ga ik hem ook eerst even voorrillen, dat hij mooi om die hoeken heen kan. Dus ik pak mijn rilbord er weer even bij. Zet die lange, de lange kant van mijn strook, dus de 28,5 centimeter kant, zet ik tegen mijn... lineaal aan. Excuus, ik kwam even niet uit mijn woorden omdat ik zat te spieken of ik het allemaal wel goed deed op mijn spiekbriefje, maar het gaat nog steeds goed. En dan ga ik de eerste rillijn zetten op 4,6 centimeter. De volgende op 9,2. En het is zoals je misschien opvalt, is dat het steeds 1 mm langer is als de koker wat ik tussen de rillijnen zet. Dit is omdat het er omheen gaat. En dan heb je gewoon net een klein beetje, eigenlijk is 1 mm wat veel. Nou, maar een halve millimeter is een beetje lastig. Dus ik heb met 1 mm, dan kan die mooier de bochten om.
De volgende is op 13,8. Op 18,4. Op 23. En op 27,6. En dan blijft er een klein flapje over. En deze die komt dus hier langs de onderrand. Eromheen eigenlijk. Tegen dat roze bodempje aan. Ik ga ze insmeren met mijn lijm. Maar de eerste plak ik nog niet helemaal vast. Want daar wil ik straks het uiteinde. Dat ene kleine stukje wat ik hier overhield na het rillen wil ik daar onder hebben. Dus dan doe ik nog niet lijm op dat allerbegin. Zodat ik er nog onder kan komen zometeen als ik rond ben. En dan plak ik ze zo om het vakje, plak ik hem vast. En dat randje ook weer even eroverheen met wat lijm. Zo, en dan druk ik het tegen mijn tafelblad stevig aan. Zet de hand erin en dan daar tegenaan. En dan zit die er mooi omheen. En ik heb dan, ik had deze tape nog liggen. Het is wel hele slechte tape, dus het plakt helemaal niet meer. Maar ik vond het wel mooi met dat holografisch noemen ze dat, geloof ik, hè? Maar je zou ook een strook zilver kartstok kunnen pakken van 1,5 centimeter dik. Dat is deze tape ook. En daarmee wil ik dan zo die rand, eigenlijk, hoe noem je dat? Dat ijzer wat bij een potlood is. Hier heb ik een potlood waar het op zit. Dit. Dat ijzerwerk. Dat wil ik daar eigenlijk mee nabootsen. Dit tapeje heeft zo'n achter. Zo'n plak achterkant. Maar zoals ik al zei, het plakt niet zo heel goed. Dus ik ga hem gewoon insmeren met lijm. En dan kan ik hem toch nog mooi gebruiken. Nou, het is me strakker gelukt de vorige keer, maar het is vast omdat jullie meekijken. Word ik zenuwachtig, hè? Nee hoor. Nou, en dan is de doos in, die is klaar. En dan gaan we nu verder met de dop, de deksel, de punt van het potlood. Dit. En daarvoor heb ik 6 stukjes gesneden uit kraftkleurig kartstok. En die stukjes die zijn alle 6 5,6 centimeter breed en 7,5 centimeter hoog. En wat we gaan doen met die stukjes is ook een beetje rillen. Om te beginnen is het handigst om even te meten. We willen namelijk op die 5,6 centimeter kant willen we op 2,3 centimeter even een punt zetten. Dus bij alle 6 de stukjes komt er op 2,3 centimeter een markering. Okay, dus die hebben allemaal een markering. En dan ga ik rillen. Aan deze kant van komt een centimeter rillijn. En hier 1,5 centimeter rillijn. Dus bij alle 6 hetzelfde. Dus we hebben hier de markering. Eigenlijk links vanaf de linkerkant gemeten. Aan de rechterkant komt een centimeter rillijn. Dus ik leg het kortste. Ben ik in beeld? Het kortste
stukje van mijn cardstock, het 5,6 centimeter stukje, tegen mijn liniaal aan. En dan komt daar één rillijn aan de rechterkant. Ik draai hem een kwartslag, dus deze rillijn is naar mijn liniaal gericht. En dan ril ik op 1,5 centimeter. Dus hier heb je nu, even kijken, dat met de schaduw, soms achterkant duidelijker. Hier zit de rillijn, ik vouw hem even om, van 1,5 centimeter en hier dus van 1 centimeter. En we hebben hier nog die markering die we hadden gemaakt. En dan gaan we een rillijn zetten vanaf die 1,5 hieronder. Schuin naar ons markeerpunt. Een schuine lijn. En van ons markeerpunt naar het kruispunt van deze twee rillijnen. Van die van 1,5 en die van 1. Van het markeerpunt naar het kruispunt. En dat is hierboven kan je natuurlijk heel goed zien dat, het markeerpunt in de rillijn ligt. Maar hier kan je dat niet goed zien. En wat je dan kunt doen, is door de gleuf van deze liniaal heen kijken of je daar het kruispunt ziet. En als die goed ligt, dan zet je daar een rillijn. En wat we nu gaan doen, is... moet ik het even goed doen? Even nadenken. Ja, we gaan hier zo bij die 1,5 rillijn... Naar het kruispunt gaan we een driehoekje wegknippen. Zodat we hier aan dat 1,5 centimeter strookje een lijmrandje krijgen. En we gaan even goed zeggen. Vanaf hier ongeveer een centimeter langs die schuine rillijn wegknippen. Andere kant ook. Zeg ik dat goed? Of mocht die helemaal weg? Oh, die mocht er afgesneden. Sorry jongens. Deze schuine rillijn aan de open kant, zeg maar, die gaan we er afsnijden. Die mag helemaal weg. Dus waar ik mee begonnen met de schuine rillijn, dat had er afgesneden mogen worden. Ik ga het straks nog 6 keer doen, dus kan ik het nog even een keertje goed uitleggen. Dan vouw je deze rillijn naar binnen. En dan zie je, dan heb je hier een mooie driehoek. Maar dus steek dit er tussenuit, of daaronderuit. Dat ga ik wegknippen. Dus ik knip langs die punt op, dat ook nog even weg. En wat je dan overhoudt, is één gedeelte van een punt, van deze punt. Dat heb je hier, een driehoek, met daaronder een rechthoekje. Dat is dit gedeelte. En aan beide kanten zit dan een plakstrook, zodat je straks al deze 6 aan elkaar kunt plakken via deze plakstroken. Dus ik ga het nog een keertje even rustig doen. We beginnen met de 1,5 centimeter, of hier heb ik de markering. Dan gaan we de, moet ik even weer spieken, hoeveel centimeter was dit? De 5,6 centimeter tegen je liniaal aan en dan rillen we. Aan de rechterkant 1 centimeter. Aan de rechterkant 1 centimeter. Draai ik hem een kwartslag. De rillijn is naar mijn liniaal gekeerd. En ik plaats aan de linkerkant 1,5 centimeter rillijn. Dan ga ik nu wegsnijden vanaf mijn markeerpunt naar de rillijn hier onderin. Dus ik leg die mooi gelijk met deze gleuf hier in mijn snijrailbord. En ik snij dat af. En aan de andere kant kwam dus een rillijn die we dan vanaf het markeerpunt naar het kruispunt van deze twee rillijnen gingen maken. En dan keek ik hier door die spleet heen of ik het kruispunt mooi in het midden heb. En dan zit mijn, til ik hem even op, zo. En dan hadden we dat. Ik knipte aan de rillijn een klein puntje weg. Zodat ik hieronder
een klein lijmtapje heb. Hier knip ik tot ongeveer een centimeter. Overblijf langs de rillijn. Ik vouw hem om. En ik knip dat wat eruit piept weg. En zo heb ik twee gelijke stukken. Ik ga dit bij de andere vier ook nog even doen. Ik zal de volgorde proberen aan te houden zoals ik dat steeds heb gedaan. Zo, zijn ze allemaal klaar, mijn stukjes. Even een beetje voorvouwen. En dan gaan we ze zo meteen aan elkaar plakken. En daarvoor heb ik een beetje lijm nodig uiteraard. En ik gebruik straks een paar wasknijpertjes om het te laten drogen. Dus ik heb 6 wasknijpertjes nodig. Zo. En ik begin eerst met deze lange strookjes aan elkaar te plakken. En daarvoor doe ik dus een beetje lijm daarop. 1 voor 1. En dan plak ik ze in een cirkel op elkaar. Niet over de rillijn heen, dus er mooi tegenaan. En ik let goed op dat de hoogte van deze horizontale rillijnen gelijk ligt. Dus op deze manier kan je dat goed zien. Dus mooi tegen de rillijn aan, er niet overheen of erop, zodat er nog mooi gevouwen kan worden. En deze horizontale rillijnen, die raken elkaar hier. Dat is belangrijk om op te letten. En zo plak ik ze om de beurt aan elkaar. Dus als je met natte lijm werkt, zorg ik ervoor dat het niet meer verschuift als ik het precies goed heb liggen. Dat gebeurde me de eerste keer namelijk. Dan had ik zitten friemelen om het goed te krijgen en dan bij de volgende verschoof het weer. En zo ga je in een cirkel eigenlijk ze alle 6 aan elkaar plakken.
Zo, nou zitten ze alle zes aan elkaar. Dan zie je ze natuurlijk niet plat, zitten ze niet tegen elkaar aan. Dus nu gaan we door middel van de laatste er tegenaan te plakken het torentje eigenlijk creëren. Die heb ik dan weer op zijn kop tegen mijn tafelblad aan weer dicht. En om hem zeg maar over het potlood heen te kunnen schuiven, gaan we die stukken naar onder ook vastplakken. Zodat hij mooi over de rand, op deze manier, over de rand van je doosje heen vallen. En daarvoor gaan we natuurlijk een klein dotje lijm op die kleine lijmflappen plakken. En daarvoor gebruik ik dan mijn wasknijpertjes om die mooi strak tegen elkaar aan op te kunnen laten drogen. Ook weer mooi tegen die rillijn aan leggen en dan kan je je wasknijpertje erop zetten om hem vast goed te laten drogen. Het is zo klein, dus het heeft weinig houvast als je het wasknijpertje niet erop zet. En dan moet je dat dus steeds vasthouden totdat het gedroogd is. En wij gaan natuurlijk liever lekker verder. Dus vandaar mijn wasknijpers. Nog twee. En de laatste. Zo, die moet even drogen. En wat ik gedaan heb, is hierboven met zwarte, hoe heet dat ook alweer? Paintmarker van Edding heb ik hem. Kijk, ook daar mijn kat die bijt graag op mijn potloden en mijn pennen. En soms zelfs ook op mijn knutselwerkjes. Want ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar hij heeft zelfs in de punt een klein bijtje gezet. Dondersteen. Maar daarmee heb ik deze punt getekend. Gewoon met de hand getekend. Want ja, je kunt ook wel kleine driehoekjes knippen, maar dan zie je daar toch misschien weer wat bruin doorheen, van zwart papier zou je dat eventueel kunnen doen. Maar ik vond het wel, wel zo makkelijk eigenlijk om dat gewoon met een pen te doen. Of met deze paintmarker te doen. Dus dan teken ik gewoon kleine streepjes en de rest kleur ik in. En dan heeft mijn potlood een mooi zwart puntje. Zo, dat is ook weer gedaan. Even kijken. Die zijn ook mooi gedroogd. Kunnen de wasknijpertjes eraf. Nou, inmiddels is ook dit aardig goed gedroogd. En dan kan de deksel erop. Zou deze nog? Nee, zit al te vast. En dan had ik ook voor deze, voor mijn zoontje, had ik
een leuke cirkel gemaakt met wat andere kleurpapiertjes, maar ook zelf een appeltje getekend en gekleurd met het met watercolor. Ik had een klein schriftje gemaakt, gewoon door een stukje kartstok, een rechthoekje dubbel te vouwen en daarin dezelfde maat rechthoekjes. Ik geloof dat het maar 3 papiertjes zijn, maar voor het effect. En dan met een nietje door het midden, als een klein mini schriftje erop. Een bannertje, back to school en deze leuke scharenstans uitgestanst van zilverpapier. Volgens mij was dit gewoon restpapier uit een chocolade, volgens mij een soort bonbondoosje of zo, zat dat er middenin. Maar het is een mooi glimmend papiertje, waardoor het net een echte ijzeren schaar lijkt. En die ga ik hier dan ter versiering opmaken. En dan kan ik er bij Action verkopen ze die van die leuke kleine ronde kokertjes voor de pennen. Een pennen, hoe noem je dat? Etui. Wil ik zeggen. En die ga ik er dan in doen. En een leuke potlood. En leuke gum. Met zo'n puntenslijper. Die hebben ze ook bij de Action. En dan ja. Om eigenlijk ze weer, dat ze weer naar school mogen. Op zich hebben ze er wel weer zin in. Ze zeggen ik vind vakantie heel erg leuk. Maar ook wel weer leuk om naar de nieuwe meester. En de nieuwe juf te gaan. En ja, in de nieuwe groep te beginnen. Dus dat gaan we vieren. Elke dag een feestje maken, toch? Deze er mooi op. Zo. En dan heb ik 2 leuke cadeautjes voor mijn kinderen. En een leuke tutorial voor jullie. Ik hoop dat je het ja, leuk vond om te doen. De bovenkant is iets wat ingewikkelder dan normaal gesproken van me gewend ben. Maar het heeft wel een heel leuk resultaat. En nou ja, ik ben benieuwd. Als jullie er ook eentje gaan maken, laat hem me vooral zien. Dat kan gemakkelijk op mijn Facebookgroep Low Budget Creabea. En laat in de reactie weten hieronder wat je ervan vindt. Ben je nog geen abonnee? Druk dan op de abonneerknop. En ik hoop tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!